Ziak und ganz vorne Lukas Hinterseher. Und auf diese sechs sind wir natürlich ganz besonders gespannt. Jetzt vielleicht gleich die erste Chance, aber Adrian Fein verliert hier. Company. Jetzt aber mit einem Fehlpass. Gut aufgepasst. Dann drücken sie sofort wieder und den Ball schnell zurückhaben. Opnieuw. Kerkes. Nasri. En schrikkelijke bal van Kayembe. Kortrijk heeft Kortrijk loerend op de counter. Maar bijna was dat gaatje gevonden door Anderlecht. Amoussou. Nasri dit keer niet gevonden. Tackle op de bal van de Walen. Amoussou. Fred. Lausen informeert dus naar het gezicht van mijn hoofd van Jansson. Mooi aangenomen die bal door Peña. Tierman dacht ervoor. Dan zal hij daar niet op hebben gewezen. Want meestal moet je spelers niet wijzen op slechte herinneringen. Afgelopen seizoen, Boussaïd, beste wedstrijd speelde het bekertoernooi tegen PSV. Hier is hij aan de bal. Gustafsson uitgeweken naar de linkerkant, gezien door Boussaïd. Gustafsson terugleggen. Pas doorzien. Pardon natuurlijk voor de technische leiding van Utrecht. Wat moet je nou met Boussaïd, die echt aardige dingen laat zien. Zeker in de eerste 20 minuten. Veel energie legt in zo'n wedstrijd, vaak aanspeelbaar is, gewoon goed speelt. Maar Utrecht heeft zoveel middenvelders. Kurs bij Anderlecht. Maar vooral bijna de 2-1. Net voor de rust. Van Bergen. De Walen. Van Bergen. Nog altijd Van Bergen. Is dit dan zijn moment? Weer niet. En hij de bal in bezit van de meest wel dat die bal bij is. De Walen. Goeie bal op Espiot. Ja! Oh, via de binnenkant van de peel. De ene zijde en niet aan de andere zijde. De Walen. En een lopende verscharen. De controle is goed. In zijn buurt. Samen in het team gezeten of toch getraind met Mbappé. Toen die nog bij Monaco zat. Kieten. Afgeblokt. Van de Walen met het overzicht. Goeie bal hoor. En de Smet in één tijd. En dan Openda. Oh, ik zag hem erin. Ja, ik zag hem erin. Maar...